Dan gaan we de lift pakken. In de keuken van dakloze opvang Velzenpoort in Haarlem zit de stemming er goed in. Vrijwilligers van het Islamitisch Cultureel Centrum koken een iftarmaaltijd voor 150 daklozen. Het is het tweede jaar op rij dat ze dit doen. Een alternatief voor de dagelijkse iftarmaaltijden bij de moskee, die tijdens deze ramadan niet door kunnen gaan wegens corona. Het is een maand van bezinning, een maand van samenhorigheid. Dit is een initiatief van het eten verbroedert, het brengt elkaar bij elkaar. En dan hopen we hiermee een steentje te kunnen bijdragen, dat wij in de verbinding zoeken met anderen. Op het menu staan onder andere hamburgers, dadels en natuurlijk de traditionele soep harira. Is het moeilijk om hem op smaak te brengen als je zelf niet even mag proeven tussendoor? Nee, niet moeilijk. Dat is echt lekker. Het is echt lekker. Jij weet gewoon blind wat je moet doen? Ja, dat weet ik. Ja. We koken met gevoel. Ja. De maaltijden worden 's avonds persoonlijk door de vrijwilligers uitgedeeld. Een moment waar de daklozen erg naar uitkijken. Mijn zonen ook vinden het. Ik zeg tegen hun, vandaag krijgen iftar van ons, van de andere plek. Komt mevrouw Raja en Lutfia zegt, oh wat mooi. Gaat iedereen samen met ons iftar doen. It's been a lot for us to be here for us and cooking for us. We are really thankful. Dus we gaan echt naar de kamers toe, we delen de maaltijd uit en dan zie je de dankbaarheid van de mensen die dan eigenlijk de hele dag al een beetje op hun kamer slapen en wat rustig aandoen, omdat ze natuurlijk vasten, de deur open doen en die zijn super dankbaar. Dat is echt heel erg leuk om te zien.